Outdoor cooking is erg trendy vandaag. Zo ook roken, en meestal doen we dat op de barbecue. Maar we kunnen dat ook op een heel eenvoudige manier binnen doen. Stefan, wat hebben we daarvoor nodig? Wel, eenvoudig zijn, dat is het juiste woord, want we gebruiken een rookpot. En dat is in feite niet anders dan een grote, eenvoudige kookpot met een dikke bodem om de warmte goed vast te houden. En daarin ligt een rooster voor onze ingrediënten en de eigenlijke rookkamer, dus daaronder ontwikkelt zich de rook. We gaan die pot opwarmen en dat doen we door het deksel er uiteraard op te plaatsen en dan op een matig vuur gaan we dat langzaam laten opwarmen en ondertussen gaan we onze ingrediënten voorbereiden. Okay. Wat gaan we maken vandaag? Dat is gemarineerde kip. Die wordt eerst gegrild en dan gerookt. Gemarineerd in olie, citroensap, look en zwarte peper. Fantastisch. Belangrijk is wel, neem een grillpan die matig warm is. Dus je kan nooit op te hoog vuur gaan grillen en zeker niet bij dit soort grillpan op inductie, omdat je anders heel snel verbranding krijgt in plaats van grillen. Ja. Oké, we gaan ondertussen eens kijken of onze rookpot warm genoeg is. En dat gaan we doen door middel van een druppeltje water. Een paar druppeltjes is genoeg om te testen. Kijk, als je dit effect hebt, dan wil zeggen dat je pot voldoende warm is. Laat de deksel erop. Okay. En ondertussen is onze kip klaar. Die draaien we nog eens om. En dan nemen we ons rookhout. Rookhout is speciaal hout, in die zin het moet drooghout zijn en niet harshoudend. We gaan afhankelijk van de smaak die we willen bekomen 1 tot 2 eetlepels, dat is een beetje persoonlijk, van dit rookhout erin doen. Niet te veel verspreiden. Het rookdeksel erop plaatsen. De grill voor onze ingrediënten erop plaatsen. En dan ons ingrediënt. En dan plaatsen we het deksel er terug op. En nu laten we 1 à 2 minuutjes op hoog vuur opwarmen, dat ons hout gaat verbranden, maar ook voldoende warmte in de pot komt. Straks, als we ons hand niet meer op het deksel kunnen leggen, wil het eigenlijk zeggen dat die pot warm genoeg is. En dan gaan we op zeer lage temperatuur terugschakelen. Hier gaan we ongeveer een 12-tal minuten roken en is ons kippenfilet nog mooi sappig van binnen. Ondertussen gaan wij onze saus voorbereiden, een charonsaus. Zijn, ik denk dat onze saus klaar is. En ondertussen onze kip, dat zal ook oké zijn. Top. Voilà. Dus we gaan onze kip op onze snijplank een minuutje of 2 laten rusten. Om de sappen terug te verdelen doorheen het vlees. Mag een deksel op. Ik zet dat deksel erop. Voilà. En dan kunnen we nu onze rookset gaan demonteren. Belangrijk een tip nu, stel dat we willen verder roken en we moeten nieuw rookhout in doen. De assen die moeten we eruit doen. We gaan dat op een bord gieten. En niet onmiddellijk in onze vuilbak. Anders kun je de brandweer roepen. Hè? Ja, inderdaad. En dat is niet de bedoeling, hè? Want we hebben niet genoeg eten. Nee. Onze kip die zal ondertussen klaar zijn. Die gaan we versnijden met ons vleesmes. Kijk, en we zien de binnenkant van die kip. Schitterend. Hè? Mooi sappig. Hè? En een mooi korstje van buiten eraan. En een heerlijke geur komt eraf, hè? Ja, dat roken dat geeft een zeer aangename geur en toch niet storend, hè? Dan kun je dat perfect binnen doen. Voilà. En dan kunnen we dat afwerken met een lepeltje van onze charonsaus. En ik zou zeggen, smakelijk zijn. Zeker en vast. Oh. Lichte rooksmaak. Maar tegelijkertijd ongelooflijk sappig, hè? Als ik u was, ik zou het ook eens proberen. Een echte aanrader, zeer eenvoudig te maken. En u kan het recept bekijken op niam.tv. Smakelijk.